Een hele goede morgen, jongens. Het is vandaag. Sorry hoor, ik ben even. Het is vandaag alweer donderdag. Ik heb net gedoucht, omgekleed. Ik heb nu mijn blauw blouseje aan. Ik vind deze echt zo cutie. Ik zie er ook echt netjes uit, hè. Vandaag gaan we naar de kliniek. Tanden passen. Je wordt geanimeerd. We gaan naar aquarium. Echt vet. Daarom heb ik een blauw shirt aangehaald zodat ik tussen de vissen één voel. Weet je. Ik heb hier. It's a night out and I'm paranoid. Vandaag is First Jullie online. Oh my god, oh my god, oh my god. Yes, I'm so happy. Ik ga straks even buiten ook een paar foto's maken. Een video die ik kan plaatsen op Instagram. Van jongens, First Jullie staat online. Dus ja, ik ben gewoon nog wel eventjes bezig. Ik ga nu niks bijzonders doen. Dus ik ga wel weer filmen als ik weer iets ga doen. Bye. Oh my god, guys. Ik had net echt... Sorry dat ik zo geïrriteerd was, maar de sieradlijn moest echt snel online. En ik was echt heel tijd van, ja, kunt u filmen? Alsjeblieft. Nee, het is niet goed. Daar. Nee, daar. Maar is het eindelijk online, guys. Ik heb een kortingscode voor jullie, Vonneke 10. Dan kunnen jullie, hebben jullie 10% korting op alle sieraden die online staan. Dus ja, ik zou zeggen bestellen. We zijn hier met Jelles Belles. We gaan naar de spa. Oh my god, heb ik echt zin in, man. Even lekker genieten. Oh. Nou. Is de zwembad gesloten? We gaan vandaag naar de spa, jongens. Nou, voordat we de spa ingaan, gaan we natuurlijk even lid gaan. Getting drunk. Jongens, we gaan de spa in. Als jullie konden ruiken door het scherm hoe het ruikt. Het ruikt hier echt kapot lekker. Hè? Als je wilt, kan je die laatste stukje hier voor de jacuzzi doen. Ja, dat zou ik ook doen. Ja. En wat is daarachter? Dat is de hammam, de massage. Oké. Het is een soort van mini-versie, zeg maar. Mini-versie van de hammam. Nou jongens, kijk, het is klaargezet. Fruit met wijn. Thank you. Kesje Kudrem. Nou, hier krijgen we straks het gekke massage. Ik heb geen bikini meegenomen, dus ik heb mijn BH aangedaan en ik heb geen ondergoed aan, dus ja. Nou, we zitten nu lekker in de jacuzzi. En we hebben ook lekker fruit gekregen. En champagne. We hebben die man weggestuurd, want ze zaten echt zo naast te kijken op die twee stoelen. Maar ik ben mijn ondergoed vergeten. Dus ik dacht van ja, ik wil echt niet dat die man naar mijn kontje loopt te kijken om ingedrukt te komen. Nou, ik vroeg voor make-up doekjes, maar ze begrepen me niet. Dus ik heb even heel brutaal in de kast gekeken en ik heb een crème gevonden. En ze heeft me tissues gegeven, want ze dacht volgens mij dat ik moest huilen. Ik ben ook een beetje lid van de wijn. Maar wijn is fijn. Ik had net een video naar de video gestuurd en toen zei hij van zomaar hebben we dit niet gedaan toen we samen in Turkije waren. De video's moeder is nu even een massage aan nemen. Ze is toch niet met happy end. Oh, ze zit in de sauna. Nou, we gaan ook even in de sauna. Nou, ik heb net de hammam gekregen. Dat is echt goeie. Thank you for the massage. It was really okay, good. Okay, no, you relax and then I will go to feeling again and then later massage, okay? Okay. Yeah. Hierna krijg ik nog een passage. Zo, nu gaat hij echt helemaal zen gewoon. Nou, veel plezier. Ik ga ondertussen even naar... Wat is dit? Daar kom ik op een douche in de Jilla met die knop. Ding dong. Oh, zijn douche. Oké, guys, kijk. Dit is dus zo teringlomp voor mij. Er staan hier dus allemaal kaarsjes. En ik met mijn domme hoofd ging dus hier liggen. Kwam mijn haar in die kaars. Maar ja, gelukkig is mijn staart fake. Dus moest ik echt ik heb mezelf tante door de bakkas gegeven om me uit te slaan. It's getting hot in here. So take off all your clothes. I am getting so hot. I wanna take my clothes off. And take my clothes off. It's getting hot in here. So take off all your clothes.
am getting so hot. Nou, we gaan nu water. We gaan even water erin gooien. Iemand heeft een hap uit die lepel genomen. Weet je wat? We gooien gewoon heel veel water in. Nu voel ik me een natte otter. I'm sitting in the sauna. Wow, offbeat. Sitting in the sauna. Sitting in the sauna. What? Sitting in the sauna. Oké, ik hoorde net dat die vrouw klaar was. En ik zat in de sauna en ik ben helemaal bezweet. Dus ik dacht, oké, laat me even snel uit die sauna gaan. Want straks gaat ze me dus masseren. Dan heb ik echt zo'n vieze natte rug. Dus ik ben er snel uitgesprongen. Mijn rug tegen de handdoek gegooid. Kijk, ik krijg nu een massage. Oké, guys, ik krijg nu een massage. What do you like massage? Short, medium or hard? Rough. Medium? Soft? No, rough. Not soft, but the medium, oké. Oké. Okay. Ik hoop dat ze mijn potten breekt, jongens. Oké, okay, guys, ik heb ook iets van Jelles geleerd, maar dit wist ik al. Shout out naar Lilium. Tijdens het vasten heeft ze me dit ook geleerd. Alles wat goed is, moet je zeggen, bismillah, rahmani, rahim. Ja, toch? Jawel, veel mensen willen weten over de ingrepen in Turkije en dat soort dingen. Dat is ook mooi. Ik had trouwens laatst gezegd van, ik zet een foto van iedereen van dat je heel veel, hoeveel kilo was je? Ja, nee, ik moest zo lachen. Zo van, ja, en hier komt de foto. En dan... Ja, en die foto was gewoon nooit gekomen. Heb je die foto op je telefoon? Oh, ik ben zo lomp, hè. Ik haat mezelf soms echt, hoor. En dan iedereen die reacties eronder zo van, ja, en daar komt die telefoon. Ja, en dat echt zo, oh my god. Echt, man. Oké, jongens, dit was... Eén moment, hij is weg. Oké, jongens, dit was Jealous Before. Echt een ander persoon, man. En dit is After. Dus voor de mensen die nu nieuw kijken, Jelles vindt ook buikwandcorrecties. Nee, niet buikwandcorrecties. Wat was het dan? Ik had een gastric sleeve operatie. Oké. Okay. Die gastric sleeve operatie, daarmee ben ik dus afgevallen. Oké, okay. En hoe heb je het zelf ervaren? Het is geen makkelijke operatie, hoor. Het is sowieso, het eist heel veel van je. Ja, zowel lichamelijk als geestelijk. Ja, want vaak als ze zeg maar uit eten gaan, dan eet je echt drie hapjes en dan zit je gewoon dan al zit vol. Je vol. Ja. Dan zit je eigenlijk al vol. En je hebt ook heel vaak te maken met dumping. Dat is dan als je net even een napje te veel hebt gegeten of iets ongezonds hebt gegeten, dat je moet overgeven. Maar heb je ook wel een fase spettepoep? Waar je doorheen moet, zeg maar. Omdat na die operatie drie vierde deel van jouw maag wordt er uitgesneden en uit je lichaam gehaald. Dus je houdt maar een babymaag over. Je nieuwe maag is eigenlijk net zo groot als een babymaag. En je moet opnieuw gaan leren eten. Hey jongens, mijn nachtmerrie gaat verder. We zijn bij de kliniek. Ik ga nu die tanden eruit trekken. En weer kijken of die tanden passen. De tijdelijke tanden gaan er weer terug. Leila, Leila, zikkele, we hebben de giddigiddiba. Nou jongens, hier zijn mijn tanden. Ik hoop echt dat dit het eindresultaat is, zodat ik niet twee keer pijn hoef te lijden. Is this the end result or just need to go back to the laboratory? We will... Try fit? On, mm-hmm. And then if it's okay, we will put it right in. Yeah. What that is? See, chocolate chocolate. Nu moet ik voor de laatste keer die fucking verdoving en mijn tanden erin zetten. Mijn gaatjes ook by the way vullen en dan ben ik klaar. Tandklus. Niet sluiten. Niet sluiten. Nee.
Een hele goede morgen, guys. Ik heb gisteren niet meer gevlogd omdat ik echt kapot van pijn had in mijn tanden. En ik was heel erg moe, maar gelukkig is nu alles weg. Ik was om 10 uur al in slaap gevallen omdat ik echt veel pijn had. En ja, ik was echt om 5 uur 's ochtends al wakker. Dus ik heb net 2 uur lang mijn haar gesteld en even gebeld met Daf. I miss it. Maar morgen vliegen we alweer terug. De tijd is echt snel gegaan. En vandaag gaan we naar aquarium. Dus ik ben wel echt benieuwd hoe daar is. Kijk jongens, ik heb weer van die vlekken gekregen op mijn gezicht. Terwijl ik best wel gezond eet. Dus ik vraag me echt af waar dit vandaan komt. Nou guys, ik ben opgemaakt. Of had ik hiervoor al een video gemaakt? Ik was opgemaakt. We wachten nu op Svetlana. Ze is er over 10 minuutjes. En dan gaan we naar het aquarium. Ik heb er echt super veel zin in. Ik hoop jullie ook. Ik vind trouwens die closure van mijn pruik echt heel lelijk. Dus als ik in Nederland ben, wil ik het echt gaan laten fixen. Want je ziet letterlijk geen baby hairs. En die, ja, die closure is gewoon echt... Ja, ik weet niet. Layla, ze kan niet op een lekker zitje gebillen. Nou jongens, dit is mijn twin als ik mijn haar, mijn eigen haar heb, Einstein. Achter staat het recept voor pannenkoeken. Nou, dit is Katy Perry in een schelp. Misschien wordt ze straks opgegeten. Oh my god, guys, dit is echt heaven. Mijn laatste baklavaatjes. Kerstje kuderem. We hebben ook een paar broodjes gehaald. We hebben niet echt goed ontbeten in het ontbijt. Nou, we gaan nu even naar de kliniek. Even met Jealous afspraak wat we allemaal gaan doen nog voor de laatste dag. En ja, dan is de dag weer voorbij, jongens. Dan gaan we weer terug naar Nederland. Nou, ik wil niet eten. Maar... Ja. Oh my god, guys. Ik ben dus zo blij. Oh, ik dacht al, wat ben ik bij 5? We hebben dus de grote kamer genomen die ik de laatste dag met Daf ook had genomen. En eerst waren ze helemaal vol, dus ik dacht van nee. Maar nu zeiden ze van er is toch nog eentje vrij. Dus ik ga nu snel alle spullen overzetten. Davia's moeder die gaat even lekker shoppen. Waarom klinkt het alsof iemand in mijn kamer is? Oké, ik kwam binnen en toen zag ik dit. Toen dacht ik van oh, hij heeft gewoon geen bad. Maar ik dacht van ja, het is toch de VIP kamer. Maar toen... Zag ik dit. Er is een sauna. En dat is niet alles. We hebben ook nog eens een bubbelbad jacuzzi. Met een hele prachtige view. Ik heb zoveel zin om te chillen dat ik gewoon moet poepen van de blijdschap. Lekker even lekker alleen. Hey. Wow, mijn telefoon viel net voordat ik begon te filmen. Nou guys, ik ben net in de jacuzzi geweest. Je kan gelijk zien dat ik hier ben geweest. Maar ik heb nu een meeting met Jellis. Dus ze wacht op beneden. Ik heb net een hele wijnfles in me ingekild. Dus ik ben weer een beetje drunk. Adem in. Oké. Wow, hij kikt opeens in sinds nu ik loop. Oh joh.
Nou, we gaan nu naar beneden, naar Jellis. Ik weet niet wat we gaan doen, maar ik heb net een beetje wijn uitgekocht. Dus ik hoop eigenlijk niet dat we gaan eten ofzo. Let's get it. Ik heb echt een snelle outfit eruit getrokken. Ik lijk op een surfer. What the fuck is dit voor outfit? Dude, dat was lira, please. Amla koilum. Nou jongens, we zijn met Jellis Bellis. Last day. Nou, vorige keer was ik ook best wel emotioneel. Maar ja, dat zie ik gewoon 2 maanden daarna weer. Ja, maar hopelijk dit keer niet meer voor tanden. Nee, niet voor tanden, maar ja. Ik kom sowieso snel voor terug. Voor vakantie. Ja, man. En straks gaat het lekker warm worden. Over een maandje is het dan heerlijk weer. Ja. En na 1 maart gaat het in Turkije sowieso al beginnen met het normaliseren, noemen ze dat dan. Oh. Dus dat hele corona gebeuren, die strenge regels en zo, die worden zeg maar een beetje glad getrokken. Trouwens, heel veel mensen vroegen dus ook van wat Jellis allemaal doet voor de nieuwe kijkers. Jellis doet, vertel maar zelf, want ik vertel dat het verkeerd. Ik ben een begeleidster, zeg maar. Voor mensen die naar Turkije willen komen en allerlei behandelingen willen nemen, zoals tanden, cosmetische chirurgie en eigenlijk heel veel dingen daarnaast. Dus zeg maar de kliniek waar ik mijn tanden heb gedaan, daar werkt Jellis niet voor. Zij Nee. Ik ben een freelancer, ik doe het op freelance basis. Ik word overigens, meerdere van jouw volgers hebben dat ook rechtstreeks aan mij gevraagd. Jullie betalen mij sowieso niks. Ik heb gewoon deals met die klinieken, zeg maar. Je betaalt nog altijd de fees van de kliniek aan de kliniek zelf. Maar daaruit betalen zij mij een bepaald bedrag, zeg maar. Dat dan tegenover mijn diensten staat. En dat is dan begeleiding, vertalen en tot aan het einde van het moment dat je zeg maar hier in Turkije zit. Alles doen, maar ook de verzorging daarna. Dus als je daar, mocht je teruggaan zeg maar naar Nederland en je hebt daarna nog even hulp nodig, zoals bijvoorbeeld Vonneke nu met haar tanden, ja, dan neem je weer contact op met mij en ik blijf dus je begeleiding doen daarmee. Ja, ik weet nog niet of jullie het allemaal hebben gehoord met de wind, maar in de beschrijving staat Jellis de nummer. Dus voel je vrij om haar te berichten voor alle dingen die je wilt vragen. Ik voel heel te haar, maar het is echt niet lekker. Jellis zei, we gaan naar een café. Dus ik dacht van, breng ze dan echt serieus naar Café Pik. Maar ze zei, ik ga even geld pinnen, dus zo. Ja. Zo, Jellis heeft weer eens goed gefixt hoor. Hebben jullie die view gezien? Wait, yo! Had je die reacties gezien bij die Q&A? Iedereen zei van, wow, Vonneke eet echt veel. Schoonmoeder eet niks. Hey, wacht jongens, check die view. Ja, maar je schoonmoeder eet echt veel. Oké, guys, voordat ik naar Turkije ging, heb ik mijn telefoon laten maken. Want mijn touch deed het niet. En nu is mijn telefoon gewoon weer getript. 1 dag voordat ik ga vliegen. Dus ik ga geen muziek luisteren morgen in het vliegtuig. Maar we gaan echt... We gaan echt vroeg vliegen. Dus en alle winkels zijn nu gesloten, dus ik kan nu niet meer naar een telefoonwinkel gaan. Het is echt een living hell voor mij, maar ik ben echt verslaafd aan mijn telefoon. Nou, helaas, guys. Nou, hallo, guys. Ik heb vroeg opgestaan. Het is nu bijna 3 uur 's nachts. We hebben de koffers ingepakt. Gaan we weer naar Nederland. Oh, de videobelt. Hi, baby. Nou, oh, slechte verbinding. Nou, ik heb dus gisteren allemaal coronatesten moeten doen, dus daarom heb ik niet gevlogd. Ik was ook echt kapot. Dus vandaar de day after. Nou jongens, we hebben net onze sneltest gedaan. We zitten nu in de bus, terug naar het vliegveld. Ik ben echt kapot. Het is al 4:30, 4:30 ochtends. Echt kapot. Dan moeten we nu een uurtje vliegen naar Istanbul. En vanaf Istanbul 4 of 5 uurtjes naar Nederland. Nou, we staan weer in Nederland. Sombere weer gelijk. Echt kapot, man. Yo guys, dit is alweer de day after. Ik was echt zo moe van het reizen dat ik niet meer gefilmd heb.
Dus ik wil de video even afsluiten. En ik wil ook nog iets vertellen. Ik vond olijven altijd echt zo smerig. Maar het is nu mijn nieuwe verslaving geworden. Ik vind het echt zo lekker. Maar echt raar, want eerst vond ik het echt niet lekker. En toen dacht ik van, weet je, ik ga het gewoon eten. En elke keer voel ik het vies en spuugde ik het uit. Maar nu vind ik het gewoon lekker. Nou. Vonden jullie deze video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Ja, dat was het. En ik ben weer in Nederland. Dus ja. Waar zal ik volgende keer naartoe gaan? Zet het in de comments. Naar welk land ik moet gaan. Doei!